Kozakkenborgs vloor voor het laatst op 18 november bij Lisse met 1-0. In uitwedstrijden wil het wel eens fout gaan voor de ploeg van Danny Buijs. Stout leidt balverlies. Mendes Moreira heeft wat ruimte en veel ruimte moet je hem niet geven. Mendes Moreira en Bot. Goede reactie van de doelman van de Sman. En in de nastoot Everton ook gevaarlijk. En zo is Kozakkenborgs dus in de openingsfase beter dan TEC. Dat maar weinig wint en moeite heeft om weg te komen bij de onderste ploegen. Kutsch in de basis. Met Van Nuland in de buurt. En dit is goed geschoten. Door Grot. Het is 1-0. Zijn tweede in dienst van TEC. De huurling van IJsselmeervogels. Van Nuland gaat hier opzichtig in de fout. En ineens genomen doelman Arends kansloos. En zo leidt TEC door een goal van Grot. Volgend seizoen is hij terug bij GVVV. Dan Kozakkenborgs in de achtervolging natuurlijk. Want Kozakkenborgs mag geen averij oplopen. Van afstand. Stout. Een van de beste spelers ook op het middenveld bij de ploeg van Danny Buijs. En, ja, dit zijn toch wel kansen. Kansen voor El Asuti. Die moet je niet veel kansen geven, El Asuti. Scoort natuurlijk veel. Dit is Gari. En zo draait het weer aardig bij Kozakkenborgs. Na ruim een half uur spelen. En daar is de gelijkmaker. 1-1 El Asuti. Nummer 19 van het seizoen. Ja, wie anders? El Gari met de voorzet. En de gelijkmaker, El Asuti. Grot. We zitten inmiddels in de tweede helft. Kutsch! Zo, die neemt het ineens. Serhat Kutsch was een talent in de Jubilee League bij Eindhoven. Dan de vrije trap. Aan de andere kant, dit is een goed aangesneden vrije trap, zeg, van Abdoulaye. En daar heeft TEC dus alle geluk aan de zijde. Gari, met een lekkere bal. Is dit Hens? Ja, dit is Hens. Ja, goed gezien door de scheidsrechter. De Hensbal van Disveld. En scheidsrechter Nachtegaal kan niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Ja, dit is overduidelijk Hens. Vanaf 11 meter. El Asuti voor zijn tweede. El Asuti. En die mist. Van der Sman. Met een hele goede reactie. Dit zou nog wel eens een hele kostbare misser kunnen zijn voor El Asuti. Want we zitten inmiddels in blessuretijd. En Grot. Grot. En Arends. Met misschien wel een hele belangrijke redding. Voor het verdere verloop van de competitie. Want de verschillen zijn klein tussen Katwijk en Kozakkenborgs. En Grot had gewoon de winnende binnen kunnen schieten. Het blijft dus 1-1. Tussen TSC en Kozakkenborgs.